Vandaag ga ik nog even een filmpje maken over de tasjes die ik maak. Want ik heb één filmpje laten zien, of één filmpje gemaakt en een aantal tasjes laten zien, maar ik heb er nog veel meer. De meeste tasjes maak ik zelf en degene die ik vandaag ga laten zien, maak ik allemaal zelf. Dit is een tasje voor epipennen. Maar kan ook wel gebruikt worden voor insulinepen. In mijn webwinkel noem ik dit de dubbel extra. Dubbel omdat er twee pennen in kunnen en extra omdat er extra vakjes in zitten. Hier zit een vakje voorin, sluit met klittenband. Daar kan extra medicatie in. Hier zit nog een vakje, een doorzichtige. Daar kan een ID-kaart in. Of iets met gegevens. En dan zit hier nog een vak. Daar kan adresgegevens in. Of arts of telefoonnummer. De binnenkant ziet er zo uit. Dus dat is de voorkant. Hij kan gedragen worden aan dit lusje. Dan moet je dan even een ring omdoen. En dan kan hij bijvoorbeeld aan je broek of in je tas. En aan de achterkant zitten twee linten. En dan kan je dus zo aan je riem. En dan dit is dan de kant die je ziet. Dan kan het zo daaraan hangen. Maar hij kan natuurlijk ook gewoon in de tas. Dit is rood. Op de video wordt het een beetje een raar kleurtje, maar dit is fel rood. Alle tasjes worden in verschillende kleuren gemaakt. Dus rood, roze. Of fuchsia, kobaltblauw, zwart en lege groen. Lege groen heb ik niet op voorraad, wordt ook heel weinig besteld. Nou ja, alle tasjes zijn verder hetzelfde, dubbel extra, hetzelfde systeem, alleen een andere kleur. Dus dat is één. Dan heb ik de tasjes, een beetje hetzelfde, maar dan voor één pen. Hier zit geen extra vak voor. Die heb ik wel, maar deze dus niet. Dit is gewoon de enkel. Hier op alle tasjes zit een etiket waar EpiPen op staat. Voor de duidelijkheid. Hier zit dus het vak. Hier is de opening om je gegevens in te doen. En aan de achterkant zitten de linten om aan je broekriem te doen. De breedte is maximum 5 centimeter. En dit is het lint om hem ergens anders aan te hangen aan je broek of aan je tas met een ringetje. En deze worden ook in alle kleuren gemaakt. Op het moment heb ik dus de vier kleuren op voorraad en de lege groen niet, omdat die nogmaals heel weinig besteld wordt. Ditzelfde soort heb ik ook met een lint eraan. Dit is voor om je nek. Deze is voor een kind, maar ik maak ze ook voor volwassenen. Dus dan is het lint gewoon veel langer. Verder is het hetzelfde. Hetzelfde als de enkele tasjes. Hier een vakje voor de gegevens. En de linten achterop zitten hier dus niet, omdat je hem om je nek draagt. Etiket zit er. Mijn etiket van de webwinkel. En deze worden ook weer in alle kleuren gemaakt en kunnen dus ook in alle kleuren besteld worden. En dan als laatste heb ik de dubbel extra met lint voor om de schouder. Dus die gaat schuin over de schouder en die hangt dan op de heup. Hier heb ik een kind afmeting en een volwassen. Dit is de zwarte. Deze heb ik op het moment in voorraad. En die zijn dus aan de achterkant ziet het er zo uit.
Geen lint om aan je riem te doen natuurlijk. Verder, net als de dubbel extra, extra vakje hier en extra vakje daar. Nou, zo dus. Dat waren nog weer een paar tasjes die ik maak. En tot de volgende keer. Doei!